Zo, hallo mensen, welkom bij dit nieuwe afleveringetje van Rollercoaster Tycoon 3. Ik heb natuurlijk weer stiekem een klein beetje doorgebouwd, maar niet helemaal zonder jullie, want ik ben nog een beetje bezig met de aankleding. Ik heb hierachter, heb ik eigenlijk een beetje een pad gemaakt met een klein insteekje. Ik moet hierachter nog een muurtje maken, zoals je ziet, want je kan gewoon naar binnen kijken. En hoe ik dat allemaal ga aankleden en begin aan een nieuwe attractie, zie je nou natuurlijk na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, la. Ik heb hier een aantal kratjes gepakt. En die kratjes die kan ik hier een beetje verspreid zetten over dit stukje. Kijk, zet daar nog een kratje neer. Hier kom je dus langs met de achtbaan. Dat is het station. En het station loopt heel raar, maar dat loopt een beetje aan de zijkant. Dus ik wil eigenlijk dit stuk station slopen. Want het ziet er heel erg uit dat het station uitsteekt. Kijk, en dat is nu alweer gefixt. Ik moet alleen een stukje schuim vinden van dat, ja, die ceiling. En ik ben bang dat dat er niet is. Ik heb dat nog niet gezien bij Shy Guy. En een stukje open is natuurlijk niet zo mooi. Dus laten we even duimen dat er een stukje schuim tussen zit. En ik denk, hoe hard ik ook scroll, er geen stukje schuimpad zit. En dat vind ik wel balen. Want nu moeten wij een stukje weghalen. Nou, op zich kunnen we dit wel doen. Maar dan moet ik toch een ander object pakken. En dat is waar ik eigenlijk het hele kasteel van bouw. Dat zijn twee. Dat zijn Ralph Hughes. Newcastle Walls en de Newcastle. Dus je hebt zeg maar twee verschillende. Maar die horen wel bij elkaar. Dezelfde maker. En die heeft de Floor Digitaal. En die kunnen we dan hier plaatsen als het goed is. Als ik hem goed plaats. Zo. Het ziet er wel apart uit het hoekje. Maar ja, ik zou dit wel kunnen door laten gaan op zich met dit. Dan klopt het wel weer. Nou, ik ga het gewoon doen. YOLO. En even kijken hoor. Oh, nu ben ik de attractie aan het sluiten. Hier tussendoor moet ik order klikken. Dat is heel vervelend. Zo, ja, kijk eens. Prima. Nou, ik moet het eigenlijk hier ook doen. Maar dat zie je toch niet als bezoeker. Zo. Nou, goed. Wat ik hier heb gedaan. Ik heb een meertje aangelegd. Zoals je ziet. Ik heb bomen eromheen gemaakt. En even kijken, ik heb wat steentjes. Ik vond deze muur nog kaal, maar die wou ik eigenlijk bedekken met wat plantjes. Dus, we pakken even de planten. Maar we hebben natuurlijk ook gedownloade objecten als planten. En dat is dat van Das Mats even koekeloeren? Want ik vind ook de grote huls natuurlijk gewoon een hartstikke mooie boom. Dat is zeker weten zo. Even scrollen. Kleine den, ja, die hoort er eigenlijk niet thuis. Maar die boom, die linnenboom, die hoort hier ook wel thuis. Daar plaats ik ook wel eentje daar. En ik weet niet of die hierbij zit hoor, de custom object. Pad. Ja, je hebt zoveel objecten. Het is soms echt een vervelend iets dat er zoveel objecten zijn. Even nog één keer scrollen door dit. Ik zie niks erbij staan wat iets met bloemen kan zijn. Ja, de shy planters. Maar dat is alleen maar voor stukjes pad te bedekken. Wat ik hier heb gedaan, dat laat ik wel even zien. En een hekje heb ik hier omheen gemaakt. Dit pad, dat loopt niet. Dat is niet, ja, dat is gewoon groen bedekt. Maar hier kunnen mensen op dit hoekje kunnen mensen ook lopen. Ik ga maar even de buitenkant van de omgeving doen hier. En ik moest alleen nog even dat stukje muur bedekken hier. Waar ik me echt wel een beetje aan stoor. Even kijken, waar zat het stukje muur? Hier. Dus we pakken nogmaals even de objecten weer. En dan gaan we even naar Ralph's Castle. En dan pakken we even een stukje muur. Dan staat hier onderop. Hier zo. En dan plaatsen we hem even op het goede plekje. Twee keer draaien. Prima, nou is het dicht, dan tocht het niet zo binnen in het kasteel. Ik vind de zijkant mag ook wel bedekt worden met lantaarntjes of zo. Maar ik zou in principe zou ik wel eventjes hier tussen kunnen koekeloeren. Hier staan namelijk ook wel objectjes. Laten we eerst eens even gewoon de originele bankjes pakken. Wij pakken altijd het houten bankje. Het wordt wel een beetje krap hier, dus ik zet hier in het hoekje zet ik er twee. En even kijken, we moeten ze een beetje logisch indelen. Daar zet ik een bankje. Hiervoor wil ik ook twee bankjes zetten, want dat ziet er gewoon echt keihard uit. En hier tegenaan ook. Zo. En hier tussen zetten we dan even een lantaarnpaaltje neer. En we gebruiken natuurlijk altijd de standaard lantaarnpaaltjes. En dat zijn die met die drie, die kroonluchterachtige ideeën. Dat zijn de, ja, deze. Dat zijn gewoon de standaard parklampen. Die spreiden we ook hier nog even een paar twee. Even kijken, kunnen we hier nog even eentje neerzetten zo.
En langs het pad hier doen we er ook een paar voor. Gewoon aankleding is dit natuurlijk. Zo. Daar nog één. Zo. Ik doe gewoon random plaats hoor. Niet te denken van Vincent, waarom kies je daar nou per se dat bankje, weet je wel? Of waarom zet je daar dat lantaarnpaaltje neer? Je moet gewoon verspreiden dat je wat variatie hebt met de paden. Dat doe ik ook met de bankjes eigenlijk. Oh, hier is een stukje weg. Ja, dat heb ik gesloopt. Ik was een beetje aan het experimenteren met de paden. Ik heb dus ook, ja, dit is heel raar, is een bug. Maar de vloer heb ik veranderd ook van het reuzenrad. Zodat het wat aangenamer uitziet voor de bezoekers. Ik weet dat dit ook nog heel gekaal is. Dus dat wil ik ook nog een beetje op gaan schoon. Ik wil hier een, denk ik, een brug van maken. En nou weet ik dat toevallig in die kastelreeks, in die, er zit namelijk zo'n, van die tunnels. Let op, ik laat het je gewoon zien. Ralph's Newcastle, ik geloof, of nee, hier zit hij niet in, daar zit hij eronder. Deze, Newcastle, daar zit hij in. Heb je een tunneltje, even loeren. Hier zo, de portal. Kijk, en als we die nou, ja, die komt dus weer niet goed uit. Dat zullen we altijd zien natuurlijk. Maar die laten we helemaal naar achter gaan. Ik denk dat we dat het beste kunnen doen. En dat doen we ook bij deze. Heeft hij dan alles bedekt? Ja, kijk, nu hebben we, leuk hoor, zo'n tunneltje. Dat ziet er wel schattig uit. Nou moet ik alleen dit bovenstukje bedekken. En we kunnen trouwens dit ook wel even mooi aankleden. Gewoon iets proberen hoor. Zo. Kijk, dit ziet er wel wat leuker uit. Dat moet je natuurlijk aan alle kanten doen. Maar ja, als je iets doet, dan moet je dat wel afmaken. Zo. Ik vind het wel wat hebben joh. Het is weer eens wat anders. Kijk. Sluit wel leuk aan de bovenkant. Dat moet ik wel zo eerlijk zeggen. Zo, die gaat door het gebouw heen daar. Ik weet niet of dat... Dat zou op zich wel kunnen. Oh, ik heb hem erachter geplaatst. En dan pakken we de kwit. Zo. Hoppakee. Zo doen we dat. In de Rollercoaster Tycoon. Een verslavend spel. En ja, jullie weten natuurlijk, heel veel mensen hebben het gereageerd in de comments. Ik weet natuurlijk dat er Rollercoaster Tycoon World aangekondigd is. Ik was op vakantie bij Roy en... Toen hoorde ik het nieuws van, volgens mij van Tim, ik weet niet maar mijn hoofd. En die zei van, Vincent, de nieuwe Rollercoaster teaser is uit. En ik helemaal gek, ik zeg, ik moet nu op de computer, weet je wel. Dus zoeken. Nou, dat was helemaal gek geworden natuurlijk. Ik heb hem nog niet gepreorderd. Je zou dat wel zeggen van, ja Vincent, dat vind ik wel een beetje teleurstellend hoor, dit. Dit maken we ook dicht trouwens, want dat vind ik ook lelijk uitzien als we dat open en bloot, dat moeten we maar niet doen. Gewoon lekker dichtmaken. Kijk, dat is het één geel. Doe ik hier ook. Plakken. En deze. Dit ziet er echt gaaf uit al. Dit is echt verbetering zo. Dit is echt, ja, schitterend. Ik mis hier natuurlijk wel de bankjes weer. Nu valt het op. Houten bankjes. Zo. En dan plaatsen we hier natuurlijk het lantaarnpaaltje. Waar ben je, lantaarnpaal? Laat me niet elke keer zoeken naar je. Alsjeblieft. Ja, schitterend. Dat moeten we ook aan de andere kant doen. Er loopt ook de parkwachter. Die is alles aan het controleren. Of ik het allemaal wel goed doe. Ik hoop dat hij niet boos op me. Ik moet echt even zoeken tussen objecten. Ik sla even mijn map op. Ik wil tussen objecten zoeken. Of ik iets voor de muren kan doen. Een decoratie. Ik weet dat we de vines hebben. De vines, dat is het gras. Net als in Minecraft eigenlijk. Gewoon de vines die we kunnen laten groeien. Maar dan ja, wat mooier. Het ziet echt schattig uit. En die moet ergens staan bij de objecten. Van Shy Guy Village, volgens mij. Nee, het was een los object, dacht ik. Is lastig om te zoeken, hoor. Misschien kan ik hier even tussen kijken, want bij de V van Vine. Hij zou hier tussen kunnen staan. Maar dan ben ik er wel keihard voorbij gegaan, of niet? Nee. Vine, hebben we hier een Vine? We hebben geen Vine! Schande, dit. Het zijn zoveel objecten, dit. Hier komen nog wat... Jungle komt hier. Dat is Matse Jungle. Badkoffers. We hebben danseressen. We hebben Disney dingetjes. Tuttebelletjes. Tutte dingetjes hebben we. Fantasia Garden. Oh, dit ziet er ook trouwens schitterend uit. Ik kan het laten zien hoe het eruit ziet. Kan je bruggetjes maken. Je kan iets van groen maken hier. Dat ziet er ook wel heel leuk uit. Als we hier in het midden wat doen. Dat ziet er denk ik ook wel heel leuk uit. Zo. En dan maken we even kijken hoor. Dan hebben we... We kunnen het opverhogen daar, maar dat wil ik niet. Kijk, dan kunnen we een leuk... Dit ziet er zo schattig uit. Ja, klinkt misschien wel een beetje raar, maar... Dit ziet er zo leuk uit. Moeten we natuurlijk ook een pad hebben daarin. Volgens mij is dit... Ja.
Oh, dit is zo schattig om te zien in het midden. Misschien een rare plek om het daar neer te zetten, maar ik vind het wel wat hebben. Ja, ik vind het. Je kan er omheen voor mij ook nog iets van gras doen, maar dat weet ik niet zeker of dat hier bij deze zit. Ik weet niet wat dit zijn. Lights. Oh, je kan lichten eromheen doen. Schattig. Zie je dat? Ik kan ze hier plaatsen. Ja, maar lichten gaan we niet doen hoor. Wees niet bang. Oké, okay, nou dat ziet er wel leuk uit. Het is een beetje variaat. Ik vind de kleur wel echt stront lelijk. Zijn jullie het eens met mij? Het is allemaal grijs. Ik ga dat meteen aanpassen. Dat komt naar mij. Ik hou een beetje de kleur aan van het kasteel. Ik zie wat rood voorbij komen en ik zie wat bruin. Dus ik wil gelijk al een bruin dakje. Kijk, waar zit het dakje? Lichtbruin? Nee, dan is dit het lichtbruine dakje. Ja. Is het lichtbruin? Nee, het is donkerbruin. Dan zien wij toch kleuren terugkomen als grijs. Toch wel een beetje grijs. Maar dat is... Ja, ik vind dat niet vrolijk. Geel is wel heel erg fel. Donkergeel kan. En als we hier nou wat rood in doen... Nee, dat moet ook echt bruin worden hoor. Nee, ja, ik zit even een combinatie te kijken wat zou kunnen... Dit zou ook nog best kunnen. Het ziet er echt heel, heel leuk uit. Ja. Super. Nou, dat ziet er leuk uit zo een beetje. Super leuk. Super, super, super. Nou, dit is ook bijna af die attractie. Ik zou nog wel eventjes willen kijken of ik iets kan vinden van wat we op die muren zouden doen. Dus dat wordt even zoeken naar een naald in de hooiberg. En echt waarschijnlijk, ja, echt gewoon keihard een naald in de hooiberg. En ik weet dat bij Shy Guy de Alfitch, ja, die dingen daar passen niet erbij. Dus ik kan beter bij de kastelen kijken. Ja, dit is de bridge. Roman torches. Ja, is op zich wel aardig. Kijk, hier krijg je ook allemaal van die brugdingetjes. Maar daar heb je niet zoveel aan om op te hangen. We moeten echt objecten zien die we kunnen ophangen aan de zijkant van de muren bijvoorbeeld. En ik denk dat hier de gothic lamp. Dat zijn toch wel de dingetjes die we nodig hebben. En dit bijvoorbeeld, zo'n huisje. Kijk, die kan je gewoon eraan vastdoen zo. Kijk, dat zorgt voor variatie in het, ja, in het gebouw zeg maar. Kijk hoor. Ja, die boom zit ervoor. Dus ik kan niet zo zien waar, om het even precies te doen. Zo dan. Kijk, dat ziet er al beter uit. Kunnen wij nog zoiets doen? Wat kan net niet in het midden? Zeg in midden, jongens. Wat vreselijk irritant dit. Ja, zie je zich in midden in. Zo dan. Nou, dat vind ik wel grappig. Moet er dan ook een deurtje in? Natuurlijk komt er dan een deur ook hier. Oh, andersom, andersom. Staat hij niet te laag? Volgens mij wel. Zo. En hier ook. Kijk, hebben die muur tenminste een beetje opgevrolijkt. En misschien kunnen we dat hier ook doen. Een balkonnetje. Hier. Super schattig. En we gewoon wat variatie in de muur. Ik weet dat ik verschillende delen heb gebruikt hier. Dat het niet echt heel erg mooi uitziet. Maar ja, ik doe mijn best. Even kijken. Kunnen we hier nog wat anders doen? We kunnen hier nog een beetje bosjes maken. Dus ik vink eigenlijk even de kleine sproeiertjes uit. En ik zoek even naar kleine bosjes. En natuurlijk ook rozenstruikjes. Want rozenstruikjes hebben wij nodig. Troubles. Troubles. Stel je voor dat er bij rond... Hier even op zijn gebakje kan worden, dames en heren. Kijk, hier doen we al wat plantjes zo. En dan pakken wij de kleine groene struik. En even kijken. We pakken de bloemenperk gras light. Is ook zo super mooi. Dat kan je eigenlijk hier, moet je eigenlijk hier doen zo, hè. Het is zo mooi. Als je gewoon een beetje zo doet. Je hebt ook... even kijken hoor. Ja, het gras light, dat moet je gewoon een beetje langs de dingen doen hier. Schitterend. Ik vind het super mooi. Je kan ook trouwens wat gras doen zo. En wat gele struikjes. Mijn favoriet weet u inmiddels. Dat is volgens mij die hele... Ja, deze is wel aardig. Kleine struikjes vind ik ook heel leuk. Maar er moet echt wat kleuren. Er moet echt wat bloemetjes in. Dus ik pak snel de tulpjes, de roosjes. Het mag gewoon een beetje een tuintje worden, toch?
Tulpjes kan ook. Natuurlijk hebben we altijd rode en gele tulpjes. Zo. Het ziet er wel echt schattig uit. Nou, de aankleding is leuk. We gaan natuurlijk een nieuwe attractie neerzetten, zoals ik al beloofd. Ik kan hier natuurlijk uren aan werken, dat snappen jullie wel. Maar het is ook heel leuk om hier lang aan te werken, want je ziet het resultaat. Het is gewoon toch wel iets bijzonders wat ik heb neergezet hier. Zo. En het wordt natuurlijk een beetje de hoofdattractie, want ja, als je naar voren komt gelopen, zie je natuurlijk dat enorme constructie hier staan. Je denkt gewoon, wat is dit voor grote dark ride? Maar het is gewoon een achtbaan eigenlijk. Zo, we zijn weer terug. Ik moest even eten. Dat moet Vincent ook af en toe eens. En we zijn hier met nog iemand. En het is... Hallo. Het is, nou, ja, jullie moeten weten wie dat is, hoor. Vind je ook niet, Jeff? Ja? Oh, nu heb ik het verteld. Shit, zeker. Nou heb ik het gezegd. Stom, hè? Ja, kan niet. Opnieuw. Ja, opnieuw. Jongens, wie is dit? Nee. Mensen, nee, natuurlijk Jeffrey Biebster, onze enige echte Biebster. En, echte koala. Echte koala Kong. Stam je af van de koala of niet? Ja, grootouders zijn koala's geweest. En ja, overgedragen op kleinkinderen. Schotter. Nee, ik maak nu een plein, want jij had een heel leuk idee. En dat leek me echt fantastisch om iets te maken in dat thema, omdat dat thema mij heel erg bevalt. En ja, zeg het maar. Ja, omdat Vincent natuurlijk naar... Welk park was het ook alweer? Ja, Fantasialand. Ja. En daar was een te gekke attractie, de Shia Pass. Dat is een soort boomstamattractie. En het lijkt me heel vet om daar een soort... ja, een soort parody op te maken met iets van mijn attractie, weet je wel? In boomstam. En het moet boomstam, maar het mag geen plonsboot. Dus zoiets wat we in de Fata Morgana zien, dat mag het niet zijn, hè? Dus het moet totaal een eigen idee moet het worden. Eigen initiatief, inderdaad. Gaaf. Nou, ik ga een layoutje maken. En inderdaad, het is echt een fantastisch idee. Echt superleuk. Ik ga hem wel een beetje groot maken, want het moeten een beetje grote, unieke attracties worden. En moet hij een beetje hoger beginnen, hè? Want meestal als hij vertrekt, heb je zo'n dalinkje, weet je wel? Ja, klopt, ja. Dat heb je heel vaak, hè? Is waar, even kijken of ik hem nu goed heb, zo. Ja, ik heb hem goed. Nou, een stationnetje. Zo, die gaat beginnen zo. Ik maak alvast de layout. Ik ben benieuwd. Ik kan hem ook natuurlijk één naar onder maken. Want het ligt natuurlijk meestal in een kuil. Maar je kan het ook hoger maken. Dat het... Ja, je zou hem ook een soort inderdaad de grond in kunnen laten gaan. Weet je? Dat hij dan weer zo naar boven komt. Dat is ook heel vet. Dan zit je wel met de muren te kloten. Ja, ik kan ook gewoon de eerste één hoog. En dat je zeg maar dat je het niveau hoger maakt eromheen. Oh, dat is ook, ja, dat is ook een goed idee. Dan kan je wat rots eromheen plaatsen en zo. En heb je ook een soort set voor als het goed is. Leuk hoor. Maak gewoon wat leuks. Hij moet een beetje groot worden, toch? Ja, attractie. Ja. Nee, wordt heel veel thematisatie. Dus reken maar dat er een aantal video's over deze attractie komen. Maar ja, dat is misschien wel leuk om een keer te zien. Ja, zeker. Dat lijkt me ook heel gaaf. En de eerste keer mocht hij nog niet al te hoog, hè? Nee, ja, hij moet rustig beginnen. Ja, hè? En dan langzaam opbouwen, inderdaad. Ja, klopt. Inderdaad, een klein beetje genieten van de omgeving. Ik laat hem ook een beetje aan deze kant ga ik hem bouwen, dus een beetje aan de zijkant. Dat hij een beetje dit in beslag neemt. Ik kan hem misschien wat afzetten. Dat ik ongeveer weet van waar mijn bouwland is. Doe ik even met zand. Nou, zoiets er zo. Misschien leuk als we het zo een beetje bouwen. En dan hier naartoe. Het is al het einde van... hier houdt de map alweer op. Daar zie je het. Waar dat groene uitsteekt. Knap dat jij dat kan zien, joh. Nee. Automatisch, hè. Automatisch zeggen, ja, ik zie het. We kunnen tegenwoordig meekijken. Nou ja, nog geen multiplayer, maar dat zal denk dat ik wel veranderen natuurlijk, hè. Ja, Rollercoaster World komt eraan, hè. Dus, ziek hoor, ja, echt ziek. Nou, het is echt een grote omgeving die ik heb gedaan, maar je kan beter eerst groot beginnen. En het ziet er natuurlijk zo heel raar uit, hoe je het nu ziet. Ik denk dat dit bootje trouwens gaat crashen, dat moet je echt wel even zien. Kijk eens, hoppakee. Die valt er gewoon vanaf. Gelijk weer een commentaar. Oh jee, ja, er is weer Rivercraft, Boomstie Rivier. Ja, storing. Medewerkers zijn er niet. Helemaal kapot is die. Zal ik hem schuin naar beneden laten gaan? Dat is ook vet. Dat lijkt me ook heel... een goed plan. Dat lijkt me een goed plan.
Ja, ik moet me natuurlijk wel een beetje aan de bouwen houden. Want ik wou nu alweer afwijken van mijn terrein waar ik in bouw. En dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Moet natuurlijk wel een beetje een lange attractie worden, zei je al. Dus ja, klopt. Het moet een flinke lange ride worden. Dus dat is ook wel leuk om een keer te doen. En ik heb liever dat we 5 grote dark rides in het park zetten met een aantal kleine normale attracties. Dan dat we weer zo'n chaotisch park maken met niet zo bijzondere attracties. En het leek me wel fantastisch als we dit gewoon hier doen. Ja, het moet natuurlijk wel een verbetering zijn op het vorige park. Dat zou heel... Dat zou gaaf zijn, ja. Ja. Moeten we ook natuurlijk omgekeerde moeten doen, hè? Ja. Dat zou nog toffer zijn, hè? Ja, er staat natuurlijk al een prachtige Main Street. En ja, die donorpaal, dat voegt ook heel veel aan toe, weet je. Ja, dat wel, ja. Ook wel prachtig. Dat hoop ik dat hij wat toevoegt. Ja, kijk, die Main Street, daar lopen, die popjes lopen daar zo doorheen, weet je. Dat is eigenlijk... Ja, dat is wel zo, ja. Dat is puur thematisatie, weet je. Ja, klopt. We gaan ook een stuk achteruit. Oh... Ja, het ziet er altijd wel heel somber uit. Ik ben natuurlijk zomaar wat aan het experimenteren. En ja, natuurlijk heel gaaf als je met lagen werkt. Dat je dan natuurlijk boven elkaar kan doen, bijvoorbeeld. Dat je de ene keer zit je daar weer in. Ja, dan wat diepte creëren. Ja, joh. En wat hoogtes ook, hè? Ja, klopt. Want ja, als je naar boven wordt getakeld, dat is de kunst eigenlijk. Als je naar boven wordt getakeld, hoeft het niet alle minuut weer gelijk keihard naar beneden. Gewoon nee, lekker rustig aan, weet je wel. Gewoon ja, weet je, het is ook geen achtbaan, weet je. Het is een boomstamattractie, weet je. Dus dan heb je meer, ja, bij een attractie of bij een achtbaan is het meteen weer van... Je wordt omhoog getakeld, je gaat heel even rond en dan boom. Hoppakee, meteen weer die daling, ja. Ja. Klopt, ik ga nu gewoon een rechtstuk doen en hier wil ik dan een idee dat ik rotsen maak. Dat het een beetje op rotsen ligt, want ja, ik moet sowieso kijken of ik rotsen heb, hoor. Ja, daar moet wel een pack voor zijn, hoor. Custom scenery met ja, rotsen. Ja, ja, klopt, ja. Dus dat ik nu mijn rollercoaster inderdaad niet open heb staan, maar... Gaaf, hè? Eventjes. Ja, je hebt ook hele lelijke rotsen erbij zitten, hoor. Och, ja. Er zitten zulke lelijke bij. Och. Je kan ze ook een beetje de grond in duwen, weet je. Dan kan je ook een hoogte creëren. Een beetje... Oh, ik moet hem natuurlijk wel terug laten veren weer, hè, naar achter. Ja. Ik heb natuurlijk... Kijk, ik heb dat helemaal niet gedaan. Nu gaat hij de hele tijd achteruit. Dat is een beetje stom. Dat is niet goed. Nee. Dat doe ik hier wel gelijk. Zo. Dat is weer eens wat anders. Wat bouwtips met Vincent in rollercoaster. Is dat zo? Bouwtips? Ja, ja. Nou, een beetje met die rotsen. Een beetje die rotsen, ja. Ja. Ja, dat is belangrijk, ja. Kijk, moet een grote afdaling zijn, hè? Ja. Hij is nu heel hoog. Ik denk dat ik hier de afdaling doe. Hij heeft toch wel een heel aparte layout. Maar er komt nog allemaal thematisatie over. Dus wees niet bang, mensen. Ja. En ik weet wel iets wat ik kan doen. Ik weet al zeker iets wat ik kan doen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Laat me verrassen. Ja. Zeker. Want ik moet natuurlijk stel doen, hè? Ja, nee, dat klopt. Dat is waar. Oh, dit is wel gaaf, joh. Maar het is het leukste als de bezoekers natuurlijk van de buitenkant kunnen kijken naar de attractie, hè? Dat je een beetje... Ja, dat, je ook, dat die mensen wat fotootjes kunnen maken vanaf daar of zo. Ja, dat is wel gaaf. Ja, ik heb hem naar de andere kant op gedaan. Dus dan ga ik hem verwijderen en dan ga ik hem een andere bocht geven. Oh, dat zou leuk zijn. De hoogte is perfect. Maar dan moet ik toch het begin een beetje aanpassen, hoor. Ah, oh, dat komt wel goed. Ja, dat heb ik wel.
Die bouw ik heel erg apart nu, op deze manier. Maar dat is wel gaaf. Wat een gedoe, joh! Ja, dat is echt een gedoe dit. Ik zit nou moeilijk voor mezelf te maken. Heb je weer wat gegeven op te Ja, maken. Ik wens, ik ga het even rustig op mijn gemak uitzoeken. Ik wil Jeffrey bedanken voor meedoen in de video. En de volgende keer gaan we verder met het park in Rollercoaster Tycoon 2. Doei doei! Doei doei!